zijn gewoon je ouders. Dat is ook in bed. Ja. Het lijkt wel heel erg op elkaar. Van de engste met die donker, met die vogel. Ja. Als je uit school bent of je bent helemaal klaar op de dag, wat vind je dan leuk om te doen? Spelen met papa. Spelen met papa? Oh, dat is wel heel leuk. En wat doe je dan zo dan met papa? Op de trampoline heel soms. Oké. Okay. Je hebt lekker thuis een grote trampoline. Dus kan je lekker op springen. Ja. Dat is wel leuk. En wat doe je nog meer? Heb je dan nog iets anders wat je doet naast de trampoline springen? Ja. Wat dan? Een schommel. Schommel. Kijk, je hebt een heel speelparadijs thuis. Ja. En een schommel en een trampoline? Zo, dat had ik niet hoor. Ik heb helemaal geen trampoline thuis hoor. Nee. Maar wel leuk. Ja. En wat vind je dan verder nog leuk? Stel dat papa er niet is. Papa is een dagje aan het werk. Wat ga je dan doen? Dat je ik met mama iets heel leuks doen. Oh, en wat voor leuke dingen doe je dan met mama? Soms ook naar de markt gaan. Naar de? Naar de markt. Naar de markt, oké. Okay. Dat is leuk. Naar de markt. En ja. Zie je dan wel eens leuke kraampjes waar je denkt, oh, vind ik wel leuk? Ja. Ja? En wat kom je dan vooral tegen op de markt? Dat weet ik niet. Dat weet je. Je komt ook zoveel tegen natuurlijk op zo'n markt, hè? Ja. Ja. Ga je ook wel eens naar de markt, of niet? Ja. Ja? En heb je dan ook wel eens als je denkt, oh, vind ik leuk? Ja. Of is het eigenlijk zoveel wat er op de markt is? Zoveel leuke dingen dat ik alles tegelijkertijd doe. Ja. Ja, daar heb ik ook wel eens last van. Dan denk je, oh, dat vind ik leuk, dus naar de poes. He, je weet eigenlijk helemaal niet waar je moet kijken natuurlijk. Nee. Of waar je moet kiezen. Nee. Want nee. Dan zie ik alles tegelijkertijd. En ja. Ja, dat is leuk. Ja, dat is ook leuk. En ja. Dan wil ik dat allemaal tegelijkertijd doen. Maar dan weet ik ineens weer. Oh ja, ik kan niet alles tegelijkertijd. Nee, dat dus zou ik soms ook wel willen. Dus dan moest ik één ding kiezen. En dat was iets waar ik niet zo vaak mee wil spelen. Ah. Dus je kan uiteindelijk toch wel gelukkig kiezen dan? Ja. Dat is wel fijn. Wat is je favoriete vak op school? Wat vind je het leukste te doen op school? Lezen. Het lezen. En wat voor soort boeken vind je nou leuk om te lezen? Hou je dan van spannende boeken? Of van hele grappige verhaaltjes? Van spannende. Spannende boeken? Ja? Ja. En kan je een verhaaltje opnoemen wat je niet zo heel lang geleden hebt gelezen? Nee, dat ben je al vergeten. Dat geeft niet. Lees je ook wel eens? Ik kan wel een beetje lezen, maar niet al uit alle boeken. Ik kan uit één boek kan ik twee bladzijden lezen. Oh, oké. Okay. Nou, dat is al een heel eind, toch? Die ja. Zijn naast elkaar. Naast elkaar. Kijk. Dat vind ik al heel goed. En heb je nog iets anders leuks wat je op school doet? Gymnast, heb je daar ook? Nee. Nog niet? Oké. Okay. Geen gymnastiek of zo? Nee? Nee. Heb je een ander vak op school wat je grappig vindt om te doen? Knutselen. Knutselen? En wat maak je nou vooral? Mandala's. Mandala's. Oh, dat is met zo'n kleurplaat, hè? Allemaal van die kleine dingetjes. Oh, dat is wel leuk. Ah. Heb je er al veel gemaakt? Niet zo veel. Niet zo heel veel. Maar dus je kan nog lekker even bezig zijn dan. Ja. Ja. Weet je wat dat zijn? Mandala's? Nee? Kan je dan uitleggen wat dat precies is? Dat zijn zo'n mandala's daar in een boekje staan. En daar kan je ook mee een ding knutselen. Kan je daarmee dingen knutselen? Dan kan je daar inkleuren. En dan kan je speciale vormen daarmee maken. Ja, dat is eigenlijk een moeilijke kleurplaat is dat, hè? Ja. Ja, het zijn geen hele grote vlakjes, maar het zijn vaak hele kleine vlakjes, hè? Ja. Ja, en dan heel groot en dan uiteindelijk als die helemaal ingekleurd is, ben je best lang mee bezig, volgens mij. Ja. Ja, als je dat heel netjes wil doen, dan ben je er wel even mee bezig. Maar ja, uiteindelijk heb je een heel mooi kunstwerk eigenlijk, hè? Ja. Ja. Meer computerspelletjes. En wat voor spelletjes speel je dan vooral? Mario. En een race Mario of de gewone Mario, dat je zo moet springen? Alle Mario. Allemaal. Kijk, dus je bent een beetje Mario-fan. Ja. Ja?
Dat is wel leuk. Ben je er goed in? Ja. Ja? Ze wint altijd bij racen. Ja. Ja, hartstikke leuk. En je hebt ook computerspelletjes? Ja. En wat voor spelletjes dan? Allemaal. Allemaal? Ja. Gewoon alle spelletjes die er zijn? Ja. En je favoriete tv-programma? Ja. Ja, allebei volmondig, ja. Oké, dan ben ik heel benieuwd. Begin echt bij jou. Catnet. En kijk je ook Catnet of heb je een ander favoriete tv-programma? Wasje en de Beer. Wasje en de Beer. Oh, is leuk. Want dan gaat Wasje gaat elke keer allemaal staan de dingen doen. En dan moet de beer moet dan alles weer netjes maken. En dan gaat Wasje gaan dan steeds weer allemaal staan de dingen doen. En we moeten weer hetzelfde gaan doen. Maar dat vindt Wasje. Dan denkt hij ineens, ja, jij kan een stuk maken. En dan gaat ze dat doen. En dan moet Beer alles weer gaan repareren. Oh, dus je moet eigenlijk alles oplossen. Ja. Ja, dus die wordt eigenlijk ingezet om gewoon alles op te lossen. Ja. Ja. Dat is een oplosbeer. Ofwel een meehelpbeer eigenlijk. Ja. Ja, ja. En dan kijk je ook wel eens. Ja, ja, hij komt ook op Catnet. Komt ook op Catnet. Oh, kijk eens. Volgens mij komt dat altijd ochtends vroeg. Klopt dat? Hij is altijd heel erg gestout. Want dan gaat hij alleen maar stoute dingen doen, wat eigenlijk niet mag. Oh, dus eigenlijk een beetje een gemeenerik. Ja, ja, een beetje eigenwijs. Dus. Eigenwijs, net als een poes. Ja. Eigenwijs, ja. Oké. Okay. Dat is leuk. En die beer lost malen zo gewoon op, hè? Ja. Ja. Ja, die lost het maar op. Ja. Is een beer ook wel eens niet opgelost dat de beer dacht van, nou, ik weet niet hoe ik dat moet oplossen, hoor. Of heeft het eigenlijk altijd voor elkaar gekregen? Ja. Altijd voor elkaar. Altijd voor elkaar. Kijk, een high five voor jullie. Vond hartstikke leuk. Een juf. Ja. En hoe heet die juf? Helene en juffrouw Sabrina. Heb je twee? Ja. Hey, dat is luxe. En welke is dan eigenlijk stiekem de leukste? Ja.